De twee dochters van meneer Peters hebben contact met ons opgenomen. En die waren geschrokken eigenlijk dat de auto van uw vader hier geveild wordt. Want hoe zit het nou? Ja, nogmaals, ik kan u geen duidelijkheid geven. Dat is eigenlijk het enige commentaar wat ik u kan geven. Dat wij niet exact weten waar die herkomst van is en wie dat kan bevestigen. Uiteindelijk onze opdrachtgever. Die hebben we daarvan verwittigd en die gaat het uitzoeken. Want van de week sprak ik u en u was heilig van overtuigd dat dit niet zijn auto is. En ik zei tegen u van, dit is wel zijn auto en u blijft me volhouden dat het niet zijn auto is. Ja, nou goed, dat blijft nog steeds voor mij in het midden. Ik kan het niet bevestigen en niet ontkennen. Want wat gaat er nu gebeuren? Want de dames zijn ook in de auto wezen kijken en ze hebben ook wat persoonlijke spullen uit de auto gehaald. Dus dat bevestigt nogmaals dat dit de auto van hun vader is. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe is de auto in beslag genomen? Dat is uw uitspraak. Ik bevestig het niet. We hebben overleg met onze opdrachtgever en uiteindelijk zal hij bepalen wat we daarmee gaan doen.